Ik sta hier bij Schoenmakerij Regeling voor de deur. En ze bestaan dit jaar 65 jaar en ze zijn de beste schoenmakerij van Nederland. Maar dit weekend hebben ze een actie. Je kunt je schoenen laten poetsen. En dan ga ik hier naar binnen toe en dan vraag ik aan Bert als hij mijn schoenen wil gaan poetsen. Bert, ik heb een vraag, hè. Zou je mijn schoenen willen poetsen? Zeker. Ja, vandaag doen we alles voor de klanten. Het is voor jullie wel een jaar met een gouden randje. Ja, het is echt een superjaar voor ons. Ja, want jullie en bestaan 65 jaar en jullie zijn de beste schoenmakerij van Nederland. Ja, inderdaad. En op die laatste titel zijn we ook wel heel trots natuurlijk, hè. Dat word je niet zomaar. Nee, dat word je niet zomaar, dat klopt. Daar moet je echt wel wat voor doen. En wij zijn natuurlijk al die jaren door blijven ontwikkelen. En we hebben ons een beetje gespecialiseerd in de dure herenschoenen. Maar ook in de ruitersport. En als je die technieken goed onder de knie hebt, dan kun je eigenlijk alles. 65 jaar terug is mijn vader in de schoenmakerij gestart in Gramsbergen. Met later een schoenenwinkel erbij. En 37 jaar terug zijn we hier in Dedersvaart begonnen. Op deze plek? Nee, dat was boven in het winkelcentrum. Boven, op de eerste etage. Naast Fort Hotel. Ging nog een bromfietsje elke dag naar Dedersvaart. Een mooie tijd, hè? Ja, het was een mooie tijd, ja. Ik heb ook wel eens stilgestaan onderweg, maar... Nee, dat was super tijd. Tijd gaat snel. Ja. Als je ziet dat je hier alweer zo lang aan het werk bent. Maar hoe was dat in die tijd dan? Ja, wij waren nieuw in Dedersvaart, hè. Je had al twee schoenmakers in Dedersvaart. Wij waren natuurlijk nieuw, dus wij moesten ons opnieuw bewijzen. Maar was het toen ook anders met schoenen maken? In die tijd kwam bijna iedereen bij de schoenmaker. En tegenwoordig is dat maar een percentage van 10-15% meer die nog bij de schoenmaker komt. Ja. Maar waren er toen ook andere technieken dan? Technieken waren anders, maar de schoenen waren ook anders. Toen had je maar twee soorten leer. Dat was zwerde en glad leer. En dat zit. Tegenwoordig heb je textiele schoenen en gevette leer en wax en nubuk en glad leer en van alles. Ja, het is wel gecompliceerder geworden. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dat waarderen we enorm. Dat mensen altijd meeleven wat er ook gebeurt, hè. Kun je zien dat je een mooie vaste klantenkring hebt, die gunnen je het ook, hè, van harte. Ja, dat is mooi. Op naar de volgende 65 jaar. Op naar de 100, zeggen ze dan. Ja, nou, de derde generatie zit inmiddels in bedrijf, dus... Jouw dochter. We kunnen nog weer een eentje vooruit, ja. Mooi om te horen. Ja, zeker. Dat is hartstikke mooi. Ze werkt hier inmiddels 3 jaar en ze doet hartstikke goed. Ze is heel creatief. Bedankt voor het poetsen van de schoen. Ja, je hebt ze weer mooi in de wax, hè. En op naar de 100, ja.